Nou, dit is dus Alpro met granen, om het zo maar te zeggen. Een hele goede middag allemaal. Ja, mijn naam is Karin Stammer van de Werf. Mijn mannen zijn nu aan het werk, die heet Roderick Stammer van de Werf. Als je nieuw bent bij ons, dan weet je dat wie we zijn. Hartstikke leuk en gezellig dat je er bent. Ja, ik ga even mijn haar wassen en het is vandaag 8 mei, bijna 12:30. Ja, gaat snel. Dus ik ga nu mijn haar wassen en dan ga ik de hondjes doen. En ik wens jullie heel veel kijkplezier gewenst vandaag. Nou, mijn haar is gewassen. Ja. Ik heb het even lekker zo. En ik weet nog niet wat ik ermee ga doen, maar met dat wel. Maar dat zien jullie zo meteen. Ja, en ik weet ook wat ik aan deze kant ga doen. Maar wie weet zien jullie dat zo meteen. Maar ik denk het wel. Dus let op. Ga mee, dame. Goed zo, kom. Kom maar, ga mee. Ja, 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 kom. Nee, nee, kom, kom. Dames, rustig. Rust. Ja, hoeft niet zo te trekken. Niet nodig. Daarom heb ik jullie al sowieso al hier aan. Kom. Jullie zitten ook lekker in de knoop ook, hè? Alle drie. Lekker! Love! Kom eens hier. Je zit in de knoop. Kom eens. Lady, kom eens hier. Nee. Heet jij Lady Lovely? Nee. Ga eens terug, kom. Ja? Dames, jullie zitten lekker in de knoop. Even zo. Nee, oh, oké, okay, dan wel, dan niet. Prima. Door, beauty door. Waarom moet je zo blaffen, gekkie? Nee, ja, ja, ik heb het over jou, gekkie. Dames, ga je niet mee? Kom. Nee, niet spelen aan de lijn. Hey. Lovely. Dat is Lady Beauty. Lovely, ben je mooi? Ja, kom maar. Kom. Lieve schat, ga je mee? Piet, kom naar huis. Lekker koelt in. Kom maar. Ja, stik voorzichtig en doe het niet. Wat is dit zo fijn om zo te lopen. Hands-free. Hands-free hondjes uitlaten. Oh, met de vinger. Hands-free honden uitlaten. Heerlijk. Doe je eens oortjes even naar boven, wijfie. Pietie, kijk eens. Kijk eens. Beauty, oortjes naar boven. Ja, maar dit vind je waarschijnlijk nog een beetje engies, hè, dit, hè? Ja. Maar die wil ik jou ook gewoon aanleren. Kom maar. Leed, ga mee. Goed zo. En de twee zusjes, hoor. Lady, er ook maar even mee bemoeien. Lof, die heeft zoiets van, ja, zoek het uit. Lof. Kom eens hier. Nee.
Ga mee. Kom. Lieve schat, kom. Ga mee. Oh ja, oh ja, oh ja. Ja, oh nee. Ik dacht eventjes dat je wat anders ging doen. Nee, los. Goed zo, meisje. Ja, dit is lekker, hè? Dat zie je beter, hè? Kijk, nou heb ik er ook helemaal geen last van, dus dan kan ik gewoon lekker lopen. Lekker, hè? Kom dan. Dames, kom. Kom maar, naar huis. Lekker koekie. Wil je koekie hebben dan? Kom. Even gek maken. Poesjes. 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 Lofje wordt helemaal gek. Poesjes. Lady poesjes. Waar is poes? Kom, binnen. Thuis. Dan raak je Speedy. Kom. Ja, goed zo, lady. Wow. Zo, ik heb mijn wandeling alweer achter de rug, zoals je wel hebt kunnen zien. Van 25 minuten en 25 seconden en 1,13 kilometer. En het is voor de hondjes veel te warm. Dus zometeen even lekker de balkondeuren open doen. Doe het lekker achter, waarschijnlijk. Even kijken. Nee, ik ga het lekker voordoen. Samen met jullie, waarom niet? Ja. En er is er iemand op de bank geweest, wat ik niet wil. Nee. En ik moet nog steeds in de spiegel doen. Ja. In de woonkamer, wat ik gisteren al zei. Dames. Lekker op het voorbegon. Doe maar. Go. Doe maar. Ja. Doe maar. Is goed. Dus ik ga zo eventjes mijn mama bellen. En dan ga ik zo meteen samen met jullie deze spiegel doen. En Speedy heeft ook fietsen. Ik ga lekker rollenbollen. Ja, maar. Ja? Wat is je dan? Nee, toch maar niet. Nee, toch maar niet. Dus ja, ach ja. Nee, ik ga mijn mama bellen en misschien nog even weer even de video's alvast op de computer zetten. Alvast weer een beetje bijwerken, omdat ik vanavond niet zoveel heb te doen. Dat hij gelijk in één keer jeep, moe over kan. Naar YouTube. Kijk dit dan liggen. Dit is... Ja, 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 ja. Hi, kerel. Lady, wie lief. Ja, ik zit alweer lekker in de auto samen met Roderick. Alleen Roderick mag ik nou niet in beeld brengen in verband en met zijn werkkleding. Ja, dat mag dus niet. Dat weet ik, want ik hoor ook bij de familie. Dat hebben ze toen zelf gezegd. En een VOP'tje, dus die meneer mag eerst. Doe maar om, meneer Sinterklaas. Kijk, kijk, kijk. Opletten, opletten. Niet? Nee, mogen we niet zien, blijkbaar. Maar oké, wij gaan dus weer even naar de Jumbo. Even kijken welke beveiliging er staat. En misschien dat ik weer even mijn grote bek open kan trekken. Joepie! Kijk hoe mooie husky. Dit is zo'n mooie husky. En bij een Kia, een Kilt in Action. Ja! Is leuk, Kia. En een mooie husky. Joehoe! Nou, we zijn dus weer onderweg naar huis. Roderick die brengt me lekker thuis. En dan gaat hij waarschijnlijk lopend naar huis. En dan gaat hij slapen. En dan als hij weer wakker is. Waarschijnlijk moet ik hem weer even wakker bellen. Waarschijnlijk, weet ik niet. Tegen 10 uur. Ja, dan ben je zeker wel wakker. Ja. Dus, maar dat komt wel goed. Dus dat komt helemaal goed. Ja. Yes. Nou, Roderick is al even nu naar huis. Die gaat slapen. Hij vroeg of ik hem rond een uurtje of 6:45 wakker wil bellen. Ik denk dat ik dat wat later ga doen. Hij kan hier nog even slapen. En nu ga ik nog eventjes naar de lokale winkelcentrum hier. Dus dat ga ik nog even doen. Nog even kleine sokjes halen. Ik wil ook voor jullie eventjes vloggen in het Nederlands. Hoe je dus een maskertje kan maken van een sok.
Nou, ik ben er ook weer. Ik heb sokjes gekocht. En hoe toevallig, mijn moeder heeft dezelfde. Ik kijk nu net eventjes op WhatsApp. Ik denk, hey, ik haal ook even sokjes. Ik haal deze. Ik denk, leuk, weet je, een leuk motiefje. Ik ga kijken op de WhatsApp. Want mijn moeder die had eventjes een berichtje gestuurd. Die had ik nog niet gezien. En hoe toevallig, ze heeft dezelfde. Dus ik ga er zo over bellen. Dat we er gewoon dezelfde hebben. Hilarisch dit. Echt hilarisch. Leuk. Nou, zoals jullie weten ben ik dus met Roderick net even boodschapjes wezen doen. Bij de Jumbo. Ja, sowieso. De dames liggen lekker op. Niet op balkon, maar op de bank. Daar zit er een. En ik ga nu even laten zien wat ik heb gekocht. Let niet op de troep nogmaals. Zo, wie wil er op balkon? Eenmaal allemaal, dat is 1, 2, maar 2, oké, best. Nou, ik ga even wat even aan de kant halen, want ik wil zometeen ook even noedels hebben. Vind ik lekker. Noedeltjes met ei. Dat is gewoon eventjes een tussendoortje voor mij. Yes. Die kan even daar. Ja, ik ben gelijk even aan het opruimen vanzelf. Maar dat begrijp je wel, toch? En die kast die zit niet in het hand. Maak ik niet uit. Zo. Ja. Nou, ik ga jullie even zo neerzetten. Ja. Zo, jullie staan. Ja. Nou, ik heb het een en ander gekocht. Omdat ik dus nu ook, nou dat weten jullie. En ook voor de nieuwe, ik ben lactose intolerant. Dus ik kan geen normaal melk verdragen, want dan word ik gewoon ziek. En nou ja, in de wintermaanden, dat zal je ook wel gemerkt hebben, dat ik gewoon heel weinig vlog. Maar dat komt ook omdat ik gewoon weinig vitamine B12 aanmaak. Dan heb ik bloedarmoede, dus ijzertekort en vitamine D tekort. Dus dan ben ik gewoon heel moe. Dus dat heb ik ook met Roderick afgesproken. In de wintermaanden vlog ik gewoon niet. En in de zomermaanden ga ik wel weer vloggen. Dus ja, even ik. Gewoon even in de wintermaanden hebben jullie. Ja, moeten jullie mij gewoon even missen? Want dan ben ik gewoon ziek eigenlijk. Ja. En vooral nu moet ik het allemaal zelf doen. Want prikken, dat krijg ik nou niet. Omdat alles gesloten is. Nou, ik heb sowieso bolletjes gehaald. Heel slecht wit. Maar met. Hoe kan je dat? Ja, ik kan het wel zo beter doen. Maar met. Zo, wat wil ik zeggen? Zo, filet Amerikaan. Is dat wel lekker? Ik kwam er even niet op. Nee. Nou, ik heb dus Alpro chocoladevla. Ja. Heb ik gehaald. 2 maal. Deze. 2 maal. En dan heb ik ook nog een cacao. De schoonvla. Dat is wel lekker. Hier zit ook van alles in. Vernieuw je 2 maal. En laatst heb ik nog wat anders gehaald. Dat was Alpro soja. En ik heb hier dus nog Alpro coconut. No sugar. Nou, wat er eigenlijk allemaal in zit. Bron van calcium en vitamine B12 en D. Zonder suikers, zonder zoetstoffen. Laag in calorieën. Vrij van kleurstoffen. Van natuurlijke lactosevrij. Van natuur arm aan vet. Dus dat is gewoon alleen maar beter. En hier zit inderdaad heel veel energie in, zie ik. En hier heel weinig. Oké, en calorieën. Even kijken. Ja, nou, ik ga dat zo meteen wel even laten zien. Wat het allemaal het verschil is. Want er zit echt wel een verschil in. In het een en ander. Even kijken wat hier weer het verschil in zit. Ja, er zit echt wel een verschil in hoor, jongens. Nee. Ik denk, nou, dat valt wel mee. Maar er zit echt wel een verschil in hoor. Nou, ik heb dan deze. Alpro, ja, granen volgens mij. En dan heb ik deze. Almond. Dus ja. Ik laat het even zo meteen zien. Dus ik ga zo even mijn camera op dit draaien. En dan ga ik dus per pak... jullie laten zien wat erin zit.
Nou, dit is dus Alpro met granen, om het zo maar te zeggen. Nou. Haver erin, kijk, ook goed. Het is havergraan. Dus 1 liter. Oké, die hebben we alweer gedaan. Dan pakken we de volgende. En hier zit weer vitamine D en E. En in de andere weer niet. Dat heb je dus net kunnen zien. Nou, hier is dus 13 calorieën. En die andere was 40 calorieën. Dus er zit wel verschil in. Ja, dat is het pak 2. Dit is dus een gekoelde pakken. Dat moet ik er wel even bij zeggen. En ja, het is inderdaad vegan. Ook. En deze, dat zie je dus nergens. Ja, dit is ook wel vegan. Oké, ja. Nou, dit is mijn toetje. Nou, suiker. Nou, dit is allemaal weer in het Engels wat hier staat. Nou, dat is dus hier dus niet zo. Dat is ook weer een heel groot verschil. Nou, en hier zie je dus wel dat het weer allemaal oploopt. Want als je dus dit hebt. En je hebt dat hier. Dat is toch een heel groot verschil, mensen. Maar ik ga het gewoon proberen. Haverdrink, chocolademelk met toegevoegde calcium en vitamines. Ja. Nou, en dan nog 2 pakken te gaan. 1 laatste pakje, mensen. Ja, en hier zit dan even iets minder in. B2 en D. Dus daar ga ik ook wat meer op letten. Kijk. En hier is dus alweer 61 en de vorige was al 44. En dit is dan vla. En dan de laatste pak, mensen. En dan zal ik daar wat meer laten zien. Zo ziet het pak eruit. Het is inderdaad allemaal weer van vegan. Dit is ook vegan. En dit is ook vegan. Vanille vla. Kijk, dat staat er overal op hoor, trouwens. B. En kijk, groen is B. En dit is ook B. Dus dat er gaat, is dat wel fijn. Nou, je kan het overal weer doorheen doen. Dat is ook wel erg fijn. Nee, je ziet ook dat het allemaal hier verschilt ook, hè? Met gewoon normaal drinken en of vla. Maar ik wil het gewoon even uitproberen waar ik wel of niet ziek van word. En word ik er niet ziek van, is het alleen maar weer beter. Nou, dat heb ik dus gehaald. En dus dat ga ik even inruimen in de koelkast. En dan ja, ben ik weer blij. Dan ga ik even noedeltjes met ei maken. Ja, een belofte maakt schuld. Want ik zou gisteren al die spiegel achter me doen. En die ga ik nu doen, samen met jullie. Dus, en ik gebruik deze. Ja! Even dit. En ik ga gewoon aan zichzelf op mijn bank staan. Ik wel. Even het een en ander vanaf. Lekker schoonmaken die handel. Zo. En ik moet dat voorzichtig doen met deze spiegel. Dus zo vies. Kijk,
Het is gewoon vies. Nou, dan spuit ik het nog even in, want echt schoon worden doet die niet vandaag. Kijk, dan doen we het gewoon weer lekker en zo. Kijk, aardig schoon. Nou, er zitten nog wel behoorlijke strepen op, maar ik ga het zo meteen nog wat een keer nog anders doen. Zo, haal ik die weer even weg. Pak ik het even anders aan. Zo. Zo, kijk, daar zitten weer geen strepen meer op, alleen nog aan de andere kant. Daar zit nog heel veel strepen, dus die ga ik nog even afpakken. Zo. Kijk eens aan, mensen. Nou, er zit nog wel wat aardige strepen op, maar het kan beter. Maar hij is behoorlijk schoon. Kijk eens hoe mooi die is. Kijk, en gisteren was hij niet zo mooi schoon als wat er nu is. Het is gewoon nou een spiegeltje. Gisteren was het echt gewoon vies, eeuw. Maar nou niet meer. Nee. Nou dus niet meer, nee. Hi. Hoe gaat het met jou? Ik heb je vandaag nu voor het eerst op de vlog. Oké. Hè? Het is jammer dat het voor het eerst is vandaag. Hoezo? Ja, jammer. Ja, nou, ik ga dus nu dit pakje proberen. Ik weet niet of het smaakt. Mijn moeder die vond hem niet lekker. Ik heb twee bolletjes. Rodi heeft een lekkere kippie. En hij kan ook de kip zometeen. Die gaat hij proberen op de pannenkoek. Dus die horen jullie zometeen of dat lekker is. Ja, goed zo, Karin. Heel goed. Nou, die ga ik even opruimen, jongens. Ja. Ja, nou, het is dus nu nog lekker licht. Het is 9:30. Dat is lekker. Ik heb al twee mondkapjes gemaakt. Ik ga morgen eventjes eentje filmen, vloggen voor jullie.
Sowieso. En Ro is nu net eventjes weer wat vuilnis even wegbrengen. Ik ben ook niet al te laat naar bed. Ik sowieso niet ben moe. Voor wat weet ik wel. Ja, want ik moet nog steeds een beetje aansterken van mijn vitamines en alles. Dus mijn haar is aan het uitvallen. Dat is handig. Nou ja, niet uitvallen, maar bij mijn elastiekje weg. Ja. Yep. Dus ja, en dan moet ik ook nog een vlog maken. Yep. En dat is ook niet erg. Ik ga zo meteen lekker met Lely lopen. En dan kan Ro lekker met de twee zusjes lopen. Welke tuig hij pakt. Ik vind het prima. En ik ga zo lekker met Lady lopen. Lekker een blok. Ik vind het best. Ja, nou het is nog licht. Zoals jullie kunnen zien achter mij. Ja. Deze komt zo meteen weer aan die kant. Want ik heb wat gevonden dat het weer normaal draait. Dankzij mijn lieftallig mannetje. Ja, nou. Zij sluiten dus deze vlog lekker gezellig af. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe vooral een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Doe het belletje aan. En laat een leuke reactie achter. En dat zouden we helemaal geweldig vinden. En dan zeg ik weer, tot morgen. Doei! Doei! Doei!